Haar moeder deed aan korfbal, haar vader deed aan korfbal. Sterker nog, ze hebben elkaar daar ontmoet. Dus kon dochter niet achterblijven. 19 jaar is ze, hier is Suzanne Struik. Korfbalster, mag ik wel zeggen. Want je bent een absolute fanaat ja. als het om deze sport gaat. Ja, zeker. Hoe vaak train jij? Ja, dat komt er wel neer op... Je bent wel 4-5 keer in de week mee bezig met je sport eigenlijk. En je hebt een blessure opgelopen met de sport? Ja. Wat? Mijn enkelblessure. Wat heb je? Een enkelband ingescheurd. Oké, en waar zit dat? Hier. Oké, en hoe kwam dat? In een sprongduel landde ik eigenlijk op iemands voet. En toen klopte die om. Is dat een soort enkelverzwikking, heet dat zo? In de ja, volksmond? Zoiets, ja. Laten we eens even kijken hoe die enkel er van binnen uitziet. We gaan onder de knie naar binnen en volgen de weg naar de enkel. Tijdens een sprong strekt je voet en draait hij iets naar binnen. Hierdoor staat de voorste enkelband het meest op spanning. Bij een verkeerde landing, of een landing op iemand anders voet, komt er zoveel belasting op de voorste band dat deze gemakkelijk overbelast raakt, inscheurt of zelfs helemaal afscheurt. Door de impact van de hoge snelheid heb je ook kans dat het kraakbeen aan de binnenzijde van je voet beschadigt. Dit herstel duurt langer dan het herstel van de banden. Nou, zo ziet die enkel er van binnen uit. Wat kun je nou eigenlijk aan doen om deze blessure te voorkomen? Balansoefeningen eigenlijk, om je enkelbanden sterk te, je spieren eromheen ook sterk te houden. Ja. Hoe doe je dat, die balansoefeningen? Meer op één been en dan heb je verschillende oefeningen. Je hebt ook schaatsoefeningen. Een stip is dan licht, lijkt mij. Ja, maar dat is voor mij... Een schaatsbeweging, ja. Van links naar rechter wordt zwaarder natuurlijk. Ja. Ja, voor mij was op één been staan in het begin al heel erg moeilijk. Ja. Dus, ja. En ik draag nu braces. Dus, en dat is ook wel belangrijk om ter ondersteuning. Ja, en die brace moet je natuurlijk dragen omdat je blessure hebt gehad. Maar is het ook verstandig om die te blijven dragen? Ja, het duurt sowieso een jaar voordat je bindweefsel van je enkelband weer helemaal hersteld is. Dus dan is het sowieso handig om je brace te blijven dragen. En ik denk dat ik hem daarna ook nog wel draag. Goed. Je klinkt als een verstandig meisje, maar toch een beetje wild in het veld. Ja. Oké, Suzanne, dank je wel voor je komst. Ja, graag gedaan. Wil je meer weten over het voorkomen van blessures bij het korfbal? Doe dan de test.